Hoi, ik ben Irina. Leuk dat je kijkt. Ik krijg heel vaak de vraag wat ik in mijn haar doe en hoe ik het in mijn haar doe. En in deze video ga ik mijn weekendroutine laten zien. Ik ga mijn haar maskeren. En dat doe ik dus niet elke dag, maar wel in het weekend. Dus wil je zien hoe ik dat doe en wat ik gebruik? Kijk dan naar de video. Oké, we gaan vandaag mijn haar doen. Het ziet er nu zo uit. En ik ga het maskeren. Normaal gebruik ik deze, maar die is nu op, dus ik heb deze nog liggen en deze werkt voor mij ook gewoon prima. Volgens mij is deze ook goedkoper, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik heb het nat gemaakt, vervolgens heb ik de masker in mijn haar gedaan en nu ga ik het borstelen. En dit is een denim brush, maar ik weet niet of het uitmaakt wat voor brush je gebruikt. Je ziet het, al het water drupt eruit. En ik begin onderaan. Want normaal begon ik altijd zo. En Sabine ging me altijd helemaal uitschelden van wat ben je aan het doen. Zo gaat je haar stuk. It's a blessing what you have right now. Nu voel ik echt dat mijn haar super zacht is. Dan voel ik ook echt de masker in mijn haar zitten. Ik heb mijn haar nu naar voren geborsteld omdat ik vervolgens dit op mijn hoofd ga doen. En daar bind ik mijn haar in vast. Deze is toevallig van dit merk. Maar je hebt ze ook gewoon met de Action voor, ik weet niet, 1,50 euro. En nu laat ik het een half uur erin zitten. En vaak gebruik ik deze tijd dan om de was te doen of zo. Maar ik heb mijn gezicht al een tijdje niet gemaskerd. Dus dat ga ik even doen. Para. Dit gaat nu hard worden, dus ik ga nu niet meer praten. Voor 20 minuutjes. Helemaal hard. Ik kan totaal niet meer bewegen. Zo ziet het eruit dus als ik boters heb en ik lach. Ik heb dit ding net afgedaan en het ziet er nu zo uit. Ik ga het nu uitspoelen met water. Dus mijn haar is dus nog echt drijfnat. Ik heb er niks mee gedaan. Ik ben gewoon zo uit de douche gekomen. Dan doe ik dit in mijn haar. Doe iets. Borstelen begin bij de puntjes. Sommige mensen zeggen juist dat je haar niet mag borstelen als het nat is. En ik was toen bij een kapper geweest in Utrecht. Die zei weer van wel, je moet het juist wel, want dan gaat juist die crème goed werken, de leave-in. Gooi eerst weer even alles naar voren. En doe ik er kinky curl in. Daar gebruik ik ruim van. Spoel het uit. En dan ga ik knijpen en ik weet niet of je het hoort. Dit geluid is goed voor mijn haar. Vervolgens gebruik ik deze handdoek. Deze heb ik van de Action. En dan knijp ik mijn krullen in. En dan gaan we feunen. Want het is vooral nu heel belangrijk dat je onderin begint. Ik gebruik de Babyliss föhn. Ik weet niet welk model het is, maar je begint dus onderin. Je doet je haar erin en dan pas zet je je föhn aan. Een belangrijk ding in dit stukje is dat elke keer je een andere pluk neemt, dat je je föhn uitzet. Dus je pakt een pluk, zet hem uit en je gaat naar de volgende. Want dat schijnt heel goed te zijn tegen pluizen. En ten eerste dacht ik, jeetje, wat een onzin. Want je gaat zo hup, hup. Maar bij mij werkt het echt. Oké, mijn haar is nu nog steeds een beetje vochtig. En ik ga er verder niet aan zitten of zo. Ik laat het nu natuurlijk opdrogen. Mijn haar is inmiddels bijna helemaal opgedroogd. En dan denk je, ik vind dit niet leuk. Nee, ik ook niet. Dus we gaan een beetje zo doen.
Tada. Hi. Ik moet dan nog even zoeken naar model, maar niet te veel aanzitten, want anders gaat het weer pluizen. In mijn geval. Tada!